Het antwoord is... Hey kijkers van GameplayWorld XL, welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben hier vandaag samen met Giel. Hallo. Ja, Giel is van de radio. Oh, ik dacht dat je ging zeggen de nieuwe schoonmaker. Ja, maar wij gaan vandaag samen een video opnemen en we gaan een soort van challenge doen. Jij weet het, wat is de naam van de challenge? Waar of niet waar? Ja, en dat houdt dus in. Ik ga tegen Giel een verhaal vertellen en Giel gaat tegen mij verhaaltjes vertellen. En dat kunnen dus onzinverhalen zijn of verhalen die dus gewoon waar zijn. Maar wij moeten dus van elkaar gaan raden wat het is. Dus of het is waar of het is niet waar. En daarna, de verliezer, dus degene die het minst vaak goed heeft, die moet in de sloot gaan springen of in het water. Hierachter is water, dus degene die de verliezer moet... Gaan we echt doen, hè? Ja. Oké. Okay. Die moet in het water gaan springen. Ja. Ja. Leuk zijn de feit. Ja. Ik was vroeger op de basisschool en toen werd ik werd niet gepest, maar ik was een keer op het schoolplein en toen liep ik buiten en toen liepen er allerlei kinderen om mij heen en ik was gewoon heel blij in alles en op een gegeven moment trok iemand mijn broek naar beneden en toen stond ik dus daar in mijn blote pili. Is dit waar of is dit niet waar? Dat is waar. Shit. Ja. Ja, dat is waar. Oké dan. Woe. Oh, oké dan. Ja, ik heb dus heel lang op ballet gezeten. En uiteindelijk mocht ik naar het conservatorium toe en mocht ik daar tussen allemaal meisjes ballet dansen als ik zou willen. Ja, je knikt veel te instemmend, ja. Denk je dat het waar is? Nee, ik denk dat het niet waar is. Het is wel waar. Nee, ja. Nee, het is juist. Ah, ik kan dat ook bewijzen en zo niet dat ik... Want ja, dat is natuurlijk ook nog niet... Ja, ik heb echt op ballet gezeten. Echt? Ik meen het serieus. Ik kan het nu ook niet meer voorstellen. Maar ik wil het gewoon heel graag. Oké, okay, nou dat is de eerste punt voor Giel. Alright. Ik hoop niet dat ik in het water moet springen, maar we gaan naar ronde 2. Oké. Okay. Ik ben ooit een keer... levend begraven eigenlijk. Dus... Ja... gewoon in een kist. Er werd een gat gegraven. Die kist werd erin gegooid. Zand erover en... Ja, toen reden er gewoon een paar motoren over me en ja, gelukkig werd ik op tijd weer zeg maar uit de grond gehaald. En daarom zit ik hier nog. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Nou, ik meen het. Dit is uitgezonden in een tv-programma van jaren geleden. Waarom heb ik dat niet gezien? Nee, ja, omdat het gewoon echt te lang geleden is. Oh, ik ben niet zo slecht in. Je weet dat ik haatvideo's heb gemaakt, of reageren op haatreacties. Zeker, zo ken ik je zelfs. Ja. Ik heb natuurlijk een kindje die... wenste mij alles toe, dat ik kanker mocht krijgen, dat ik dood mocht vallen, alles. En ik heb hem toen aan de schandpaal genageld. En daarna heeft zijn moeder mij boos opgebeld dat ik dit niet moest doen. En toen hebben we een heel lang gesprek gehad dat ik het offline moest halen, maar uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Ja, dat is waar. Dat is niet waar. Dat is niet waar? Nee, wat? Dat is niet waar. Damn. Oh, damn. Nou, Giel staat nu dus voor. Dit is of ik moet het nu echt goed gaan raden bij hem, want anders moet ik sowieso zelf gaan springen. En als hij het nu dus fout heeft en ik het goed, dan komen we op een gelijke stand. Dus dit wordt de beslissende ronde. Ja, ik ben dus een keer met mijn auto in het water gereden. Ja, het was doodeng. Het was samen met Georgina Verbaan. Ja, het was doodeng en het was echt een... Ja, nou ja, een soort bijna doodervaring, omdat je gewoon, ja, zo'n wagen die gaat vol met water en je snapt naar lucht en man. Dan moet ik zeggen of het waar of niet waar is natuurlijk. Ik denk dat ik hier eventjes een spanningmomentje ga doen. Het antwoord is... Het is waar! Ja! Ah, oh, yes! Dat doe je goed, zeg! Gelukkig! Ja, nee, dat is waar. Nou, we staan op gelijke stand nu. Ja. Dus Giel kan nu winnen als hij dit goed heeft. Dus als hij het goede raadt. En als hij het fout heeft, dan is het dus nog een beslissende ronde. Allee. En dan gaan we dus zien. Ik liep in Antwerpen en er kwam een man naar mij toe. En ik werd als model gevraagd. En ik dacht de hele tijd van, waarom kijk ik me net zo aan? Want die man kwam dus ineens naar mij toe. En ik werd dus als model gevraagd. En 2 weken later gebeurde dat ineens weer. Nee, is niet waar. Het is wel waar. Ja? Ja, het is wel waar. Fuck, maar ik denk doordat 2 weken later begon ik te twijfelen. Ik denk, ja, wat is het voor een raar verhaal. Ja, het is wel waar. Damn. Ik ben echt 2 weken later weer als model gevraagd. Heb je het gedaan ook? Ja, ik ben er naartoe gegaan. Ja. Dan staat het nu gelijk. Ja, het staat nu gelijk dus. We zijn dus nu bij de laatste, echt de laatste ronde, de beslissende ronde. Want we zijn dus inderdaad op een gelijk spel uitgekomen.
Het gaat er nu dus echt om wie in het water moet gaan springen. Giel gaat nog één stelling voorleggen en ik moet dus raden of die waar of niet waar is. En ik dus ook. En dan beslist dat de winnaar. Ik heb wel eens een keer moederkoek gegeten. Weet je wel, wat bij een placenta overblijft. Dat heb ik wel eens gegeten. Dat is zo vies van. Ik denk dat het waar is. Ja, is dat waar? Ja, dat is waar. Wat? Dat is dan waar. Dan kun je toch niet eten? Ja, als je het gewoon warm maakt. Wel, ik heb Pierre Wint, die kok, heb ik het laten maken. Nou, ik heb het dus goed. Nu is het beslissend voor jou. Hij moet het nu goed hebben. Hij moet het nu goed hebben. En als hij het niet goed heeft, dan mag hij het water in gaan springen. Oké, ik zit op de middelbare school. Mm-hmm. Ik begon in de tweede met YouTube. Ik zit nu mijn examenjaar. En ik word vanaf de tweede werd ik gepest. En nu nog steeds. Word ik nog steeds mee gepest dat ik YouTube doe. Ja, ik denk dat dat waar is, ja. Nee, dat is niet waar. Nee? Nee, dat is niet waar. Shit. Maar, shit. Wow, dus je denkt dat ik gepest doe? Nee, ik zat gewoon heel erg met Job van Doe Maar Game in mijn hoofd. En die vertelde mij dat ook. Dat hij gewoon daar best wel mee gepest werd ook. Nee, ja, ik word er niet mee gepest. Oh, shit. Shit, nou ik nu wel dus. Je mag het water in. Ik mag het water in. Damn. Maar het was ook gewoon helemaal geen... Ik denk, ja, dit lijkt me gewoon waar. Nee. Nou, wij gaan in ieder geval door. Ja. Giel gaat het water in, jullie gaan het nu zien. Godzijdank. Wij gaan onze schoenen pakken. Ja, of tenminste, jij hebt je schoenen al aan. Ik heb het water er nog niet gezien. Nee, dan gaan we eventjes naar het water kijken. Hoe diep het is en waar het is. En dan mag ik gaan springen. Giel, we zijn er. Het is hier. Ja. Het water is hier. Hier gaat het gebeuren. Hier gaat Giel er straks in. Oh, moet even kijken voor de modder. Ja. Je trekt alweer het weg. Nou, wel een beetje, ja. Oh, daar. Of je gaat... Ik weet niet wat je van plan bent. Ja, ik weet het ook niet. Het is aan jou. Ik was eigenlijk niks van plan. Het is aan jou. Wil je het nog wel? Jij hebt het bij 20.000 abonnees gedaan? Ja, 30. 30.000. Oh, 30. Ja. Nou, daar ben ik nog lang niet. 30.000 abonnees spring ik ook van die brug. Van die brug? Ik zweer het je. Oké. Okay. Dan kom ik weer naar jou toe. Is goed. En dan spring ik van die. Dat is echt bij deze. Dat staat vast nu. Dat staat vast op jouw kanaal. Oké. Dit alles om het spelletje waar of niet waar. Daar gaat hij. Ja! Oh. Ja hoor. Hij heeft het gedaan. Gaat het? Je kan hier aan. Oh, dat kan ook. Mama, kom de handdoek brengen. Lukt het? Ja, lukt. Oké. Okay. Ja? Alles voor de film. Lekker. Kijk, hoe lachen dan. Toppie, ja. Ik ben blij. Nou, ik ben blij dat je het wel gedaan hebt. Ja, ik ben ook blij. Ja, check zeker even Giel's kanaal natuurlijk. Ja. Link staat in de beschrijving. Oh, dat is lief. En ik denk dat dit het wel was. Ik denk het ook. Ja? Ja, en een kleine tip mijnerzijds, speel nooit waar of niet waar. Nee, klopt. Wij kunnen heel veel liegen, Gio. Dat is echt niet normaal.